Op een dag had ik een ontmoeting met Gerjanne. Terwijl we spraken over haar verlangen om God te dienen, liet ze een gids zien die ze had gemaakt voor een groep jongeren van de kerk waar ze mee naar Israël was gegaan. Direct vielen mij de creatieve gaven die ze ontvangen had op. Wat ziet dat er goed uit? Het boek triggerde me. Al pratend ontstond er een nieuwe, grotere droom. Wat als we dit samen vanaf het begin starten en mensen meenemen in een reis door de Bijbel, in Jezus' voetsporen? Na 2 jaar werken bleek de reisgids niet zomaar een reisgids, maar een groot handboek met betrekking tot Israël. En daaraan verbonden een online platform waar de Israëlbeleving vanaf spat. De QR-codes in het boek verwijzen naar een audiotour en live beleving met video's voor de thuisblijvers. Je leest het boek, scant de codes en je hebt mij als reisleider op locatie. We nemen je graag mee in deze unieke rondleiding door het beloofde land. We reizen in Jezus' voetsporen van Galilea tot Judea en delen fantastische ontdekkingen uit het leven van de Heer Jezus. We volgen Hem als onze rabbi en zullen ontdekken dat het niet alleen onze kennis vergroot, maar dat deze verdieping in Gods woord ook je leven verrijkt. Of je nu op reis gaat of thuis jezelf wilt verdiepen in het land Israël en vanaf de bank deze rabbi met Shmicha wil volgen, ik heb 1 advies. Schaf dit boek aan en geniet. Ik wens je toe dat jouw voeten bedekt mogen worden met het stof van je rabbi.